Ja, het gaat goed met een aantal hypotheken. Want het totaal aantal hypotheekaanvragen is het afgelopen kwartaal met maar liefst 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van het vorige jaar. Opvallend is dat starters op de woningmarkt steeds vaker een woning weten te bemachtigen. Want in de leeftijdsgroep tot 35 is er zelfs een stijging van 20% te zien. Blijkt uit de hypotheekindex van De Hypotheker. En daar is Mark de Rijken, zoals we weten, commercieel directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Het aantal hypotheekaanvragen 10% gestegen. Het aantal woningaanvragen met 6% omhoog gaan. De woningcrisis, alleen bij de starter misschien nog een beetje voelbaar. Maar nou ja, de crisis is er nog steeds. Hoewel, er wordt wel verkocht. Ja, de crisis is er zeker nog steeds. Er is nog steeds sprake van een structureel woningentekort, hè, van 400.000 woningen. Ja. Maar wat je wel ziet is dat er meer ruimte is ontstaan doordat de hypotheekrente licht gedaald is. Mm-hmm. En inkomens gestegen zijn, waardoor het voor starters makkelijker wordt, niet makkelijk, maar makkelijker wordt om een woning te bemachten, blijkt uit onze cijfers. Ja. En daarnaast is ook opvallend dat een alleenstaande starter ook vaker koopt. Hè. 1 op de 6 starters is een alleenstaande starter en die kopen tegenwoordig ook wat makkelijker. En ja, dat valt op omdat inkomenstechnisch dat natuurlijk altijd wel een uitdaging is. Ja. Maar onze hypotheekadviseurs die geven aan dat er tegenwoordig ook wordt gewerkt met veel vragen naar leenscheenconstructies. Zoals jullie weten was er in het verleden ook de jubelton, waardoor ouders met vermogen een ton belastingvrij zouden kunnen schenken aan, aan hun kinderen. Die is niet meer, die regeling. Daarvoor in de plaats wordt nu gebruik gemaakt van een leenscheenconstructie, waarbij je overwaarde hebt als ouder of vermogen bezit. Dit leent aan je kind en vervolgens de aflossing en rente in een schenkingsconstructie binnen de fiscale mogelijkheden wegschenkt. Hè. En dat is wel een verklaring voor dat aantal van alleenstaande starters. Ja, precies. En toch, je zou dan zeggen vanuit het beeld dat jongeren niet aan een woning kunnen komen. Als je ziet dat 6 op de 10 hypotheekaanvragen, dus 60% van de hypotheekaanvragen juist van die jonge huizenkopers komt, met dit hele effect, dan is het beeld dat die jongeren, die starters, niet een woning kunnen krijgen eigenlijk een beetje onzin. Dat is achterhaald. Nou, onzin is het zeker niet. Oh. Alleen ik denk dat in de praktijk, dat blijkt ook uit de cijfers, dat er best nog wel mogelijkheden zijn. Ja, ja, precies. We hebben inmiddels een huizenprijs die op recordhoogte ligt. Er is een tekort aan woningen. Hè. Die crisis die is er nog steeds. We hebben het hier over aanvragen, niet over afgesloten hypotheken. Krijgen die mensen uiteindelijk allemaal een hypotheek? Nee, het zit ongeveer op tussen de 80% en 90% van de hypotheekaanvragen. Worden we natuurlijk ook aanvragen afgewezen. Maar zo'n 80% à 90% resulteert uiteindelijk wel in een hypotheek. Op zich natuurlijk best mooi nieuws. Maar is dit niet iets wat in de toekomst weer enorm gaat knellen als die huizenprijzen weer zo hoog oplopen dat de huizen weer niet betaalbaar blijven? Omdat we zien dat de druk op de markt nog steeds groot is. Nou, dat is helemaal waar. Kijk, als de overheid, hè, de regering, niet stappen gaat zetten nu om passend te gaan bouwen. Dat er meer gebouwd moet worden, dat is inmiddels een oud bericht. Maar echt passend gebouwd worden, waarbij starters aan de beurt komen. En voor senioren, dan komt die doorstroming op gang. En dan gaan we dat effect waarschijnlijk wat kunnen nivelleren. Duidelijk. Dank. Mark de Rijken is commercieel directeur van De Hypotheker.